waarheid over Pasen vertellen. Want de waarheid, die zal ons vrijmaken. Dat leert de Bijbel ons. God bestaat echt. En zijn geliefde zoon heet Jezus. Wij mensen zijn zondaars en kunnen van nature niet laten om fouten te maken. Je ziet het overal om ons heen gebeuren. God heeft ons een vrije wil gegeven om te kiezen tussen het goed en het kwaad. En we zien overduidelijk onze keuzes. We liegen, we bedriegen, we stelen, we rollen, we zijn trots, jaloers. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wees eerlijk. Veel van deze zonden, die begaan wij dagelijks. God is rechtvaardig. En moet iedereen straffen voor zijn daden. Net als een goede rechter zou doen. God is de allerhoogste rechter. En hij is 100% zonder zonde. Hij is 100% liefde. 100% goed. Maar ook 100% rechtvaardig. In vergelijking met hem verdienen we allemaal straf. De Bijbel leert dat de hel is. Maar God houdt zoveel van ons dat hij voor ons een oplossing bedacht heeft. En die wil hij ons graag aanbieden. God stuurde zijn zoon, Jezus, om als een mens op aarde te komen. En hij leefde hier op aarde een zondeloos bestaan. En door zijn geliefde zoon Jezus te laten sterven aan het kruis, in ruil voor onze zonde, worden wij gered. En hoeven wij geen straf meer te krijgen. Jezus betaalde onze boete door voor onze sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood. Door Jezus' overwinning over de dood hoeft niemand meer bang te zijn voor de dood. En dat is Pasen. Jezus leeft en heeft de straf op zich genomen om onze zonden weg te wassen. En door Jezus' macht over Satan en de dood kunnen wij nu volledig tot leven komen, lieve mensen. En kunnen wij onze relatie met God herstellen. Is dat niet heerlijk? Lieve mensen, God houdt zoveel van ons dat hij bereid is geweest om zijn zoon voor ons te offeren. Jezus houdt zoveel van ons dat hij bereid is geweest om voor ons te sterven. Maar wat moeten wij dan doen als tegenprestatie? Bijna niets, lieve mensen. We moeten inzien, is dat we zondaar zijn. Oprecht om vergeving vragen en voortaan wegblijven van de zonde. We moeten ons bekeren, lieve mensen, en ons laten dopen. We moeten geloven dat Jezus voor ons gestorven is en het cadeau van redding van God aannemen. En inzien dat dit cadeau je allergrootste cadeau is van heel je leven. Je kan geen groter cadeau krijgen dan deze. En lieve mensen, als je niet zeker bent dat je Gods cadeau van redding aangenomen hebt, en als je niet zeker bent dat je zonden vergeven zijn, als je niet zeker weet of het in orde is tussen u en tussen God, dan wil ik jullie vandaag uitnodigen. En dan mag je mij nabidden. En Gods cadeau van redding en eeuwig leven over uw leven ontvangen. Bid mij maar na. Lieve Vader in de hemel. Ik heb gezondigd. Wilt u mijn zonde vergeven? Ik geloof met heel mijn hart dat u Jezus zond om voor mijn zonde te sterven. En dat hij op de derde dag opstond uit de dood. Zodat ik eeuwig bij u mag leven. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Laten we de Heer een groot applaus geven.